Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe vlog. Tijdens deze vlog wil ik jullie van alles vertellen over de echo's die je kan krijgen tijdens je zwangerschap. Nou, ben je zwanger, dan kan het zijn dat je onder controle bent van de verloskundige, maar het kan ook zijn dat je onder controle bent van de gynaecoloog in het ziekenhuis. Over het algemeen geldt eigenlijk dezelfde regels en ga je ongeveer dezelfde echo's krijgen. Het kan zijn dat je in het ziekenhuis gewoon meerdere echo's krijgt, omdat je, als je daar op controle bent, ze vaak eerder even met de echo kijken dan bij de verloskundige. Maar tijdens deze vlog wil ik jullie eigenlijk vertellen nou, welke echo's je sowieso aangeboden krijgt door jouw verloskundige. De twee belangrijkste echo's die je sowieso aangeboden krijgt zijn de termijn-echo en de 20-weken-echo. De termijn-echo is eigenlijk de echo die plaatsvindt tussen de 10 en de 12 weken. Tijdens deze echo meten ze het kindje op en kunnen ze je uitgerekende datum berekenen. Ze weten dan dus precies hoeveel je zwanger bent. De andere echo die plaatsvindt is de 20 weken echo en dat is ook wel een screeningsmogelijkheid. En dit zijn de twee belangrijkste echo's die je sowieso krijgt tijdens je zwangerschap. En de andere twee echo's kunnen aangeboden worden door je verloskundige, maar dit is ook een beetje afhankelijk van de regio waar je woont en de verloskundige praktijk, de regels binnen de verloskundige praktijk. En dit zijn de vroege echo en de liggingsecho. De vroege echo die vindt eigenlijk plaats rond de 8 weken. Dus dan willen ze eigenlijk gewoon kijken of dat ze het hartje zien kloppen en of dat het er over het algemeen goed uitziet. De andere echo is de liggingsecho en deze vindt meestal plaats rond de 36 weken. En tijdens deze echo gaan ze dus kijken hoe het kindje in je buik ligt. Het is dus niet zeker dat, dat jouw verloskundige praktijk deze twee echo's standaard aanbiedt. Dus dat kan een beetje afhankelijk zijn van de regio. Nou kan het zijn dat ze tijdens je zwangerschap, tijdens de controles iets opmerken. Het kan zijn dat ze denken dat het kindje misschien wat sneller groeit, zodat het wat groter is over het algemeen. Het kan ook zijn dat ze denken dat het kindje misschien wat kleiner is dan gemiddeld. Nou, dit zijn redenen om een extra echo in te zetten. Bij de groeiecho, stel dat ze twijfelen over de groei, dan maken ze dus meestal een extra echo rond de 28 en de 32 weken. Dus dat zijn twee echo's waarbij ze dus twee uitgangspunten hebben. En dan kunnen ze aan de hand van de groeicurve zien of dat jullie kindje dus gemiddeld groeit, misschien iets harder groeit of juist iets minder hard groeit. Het kan ook zijn dat tijdens de 20 weken echo is opgevallen dat de placenta misschien niet op een hele fijne locatie zit. Het kan zijn dat de placenta aan de voorkant ligt of aan de achterkant. Het kan ook zijn dat de placenta meer voor de uitgang van de baarmoeder ligt. Nou, als dit het geval is, dan zullen ze dus ook een extra echo inzetten, ongeveer rond de 30 weken. Dan gaan ze dus kijken of dat de placenta niet meer voor de uitgang ligt. Nou, de vragen die ik vaak krijg bij mij op het spreekuur is van, nou, kan die placenta zich nog verplaatsen in je baarmoeder? Nou, dat is dus niet het geval. Je placenta die groeit namelijk in de baarmoederwand en hij kan dus dan niet meer naar een andere locatie gaan. Het kan wel zo zijn dat je baarmoeder wat gaat groeien, waardoor de placenta mee naar de bovenkant groeit. En dit wil ik eigenlijk even uitleggen aan de hand van een tekening. Ik ga hier even de baarmoeder tekenen. Dus stel, dit is de baarmoeder en hier is de uitgang. Dan ga ik heel even het kindje tekenen. Zo. Ik ben heel slecht in tekenen, zoals jullie kunnen zien. Maar stel, dit is de baarmoeder en hier is de uitgang. Dan ligt hier het kindje. Nou kan op iedere locatie in je baarmoeder kan de placenta zich gaan vestigen. Hij groeit dus ook echt in de baarmoederwand. Het maakt in principe niet uit waar de placenta zich gaat vestigen. Zolang die eigenlijk maar niet voor de uitgang gaat liggen. Stel nou dat als de placenta zich hier vestigt. En hier heb je de buikwand van de moeder. Dan groeit je dus hier in de baarmoederwand. Dat is helemaal prima. Het enige nadeel is dus dat de placenta een soort van demper is. Dus stel als het kindje begint te bewegen, dan kan het zijn dat je dus het kindje later in je zwangerschap voelt bewegen, omdat die placenta hier ligt. Ligt die aan de achterkant, dan kan je begrijpen dat als het kindje beweegt, dat je dat dus waarschijnlijk iets eerder gaat voelen in de zwangerschap. Het kan zijn dat de placenta zich hier vestigt, dus meer bij de uitgang. Als ze dat dus opmerken tijdens de 20 weken echo, dan gaan ze rond de 30 weken echo nog een keer een echo maken. Omdat als je baarmoeder gaat groeien en die groeit eigenlijk naar boven toe, dan groeit ook die placenta en die wordt mee naar boven getrokken. Dus het kan zijn dat die dan wat verder van de uitgang ligt. En deze afstand van de placenta en de uitgang, die gaan ze dan meten tijdens de 30 weken. En aan de hand daarvan kunnen ze dus stellen van nou, of de placenta ligt ver genoeg van de uitgang, of de placenta ligt te dicht bij de uitgang,
waardoor ze je dus door gaan sturen naar de gynaecoloog. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is over de placentalokalisatie. Je hebt natuurlijk naast deze standaard echo's die worden aangeboden, heb je altijd de mogelijkheid om vaker naar je kindje te kijken tijdens de echo. Vanaf 6 weken kan je het hartje al zien kloppen. Dus als je zelf eerder een echo zou willen, dan zou je vanaf 6 weken al een echo kunnen laten maken. Het kan ook op iedere ander moment in de zwangerschap kun je een extra echo laten maken. Dat kan zowel in 2D, dus in zwart-wit, maar dat kan ook in 3D of in 4D zijn. Waardoor je gewoon een extra momentje hebt om even naar je kindje te kijken. En dat is natuurlijk altijd mooi en bijzonder. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk was. Vond je het leuk en nuttig? Doe dan een duimpje omhoog en dan zien jullie mij de volgende keer. Doei!